en super leuk dat je hier bent bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een mega Shein shop vlog. Het zijn echt ontzettend veel leuke items en ik ben er super blij mee. Zoals je kan zien is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me dan zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Welkom, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag hebben we een Shein shop vlog, de welbekende Shein shop vlog. I love them, you love them. So, hè, perfect combination. Heb ik nou te veel bronzer op of zie ik er gewoon niet uit? Ik heb een mega, mega, mega leuke en mega veel leuke najaars, herfstval vibes Shein shoplog. Ik had pas Naked en Chiquelle en ik kreeg een paar comments van joh, heel leuk allemaal, maar ik ben gewoon skeer. Ik kan het niet betalen. En dat snap ik. Ik bedoel, als je bent een keer student. Hè? Ik kan het ook niet voor 500 euro najaarskleding gaan kopen. Dus wat je doet, is je gaat naar Shein. Want bij Shein is het allemaal vet goedkoop. Niet goed voor het milieu, dat wil ik erbij zeggen. Maar deze keer even goedkoop. Ja, dan kom je toch bij Shein. Ik heb deze mega, mega, mega doos. Vol met spullen, truien, tassen. Noem het maar op. Het wordt al een beetje donker. Het spijt me, maar ik loop 40 uur in de mixage. En ik heb geen tijd dit weekend, want ik ben een weekend weg. Dus ik moet in de avond filmen. I'm so sorry. Dus als je denkt dat het vreselijk licht, ik kan er niks aan doen. Helaas, pindakaas. Heb jij nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet mij te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet me niet te supporten door op de rode knop te klikken. Abonneer, subscribe, support your girl. Hè? Mijn doel is om het einde van het jaar het dubbele abonnees te hebben als wat ik vorig jaar had. En het doel van vorig jaar was om 20.000 abonnees te hebben. En ik wil nu eigenlijk het einde van het jaar 40.000 abonnees. Het is een beetje, hè? Enthousiast, maar als jullie een beetje zouden kunnen helpen, zou ik dat echt super, super lief vinden. Dus vertel je oma, vertel je vriendinnen, hè, subscribe. En dan komt er een mega grote giveaway online op mijn kanaal. En daar ga ik persoonlijk voor zorgen. Dus zorg ervoor. En dan komt er iets heel erg leuks jullie kant op om jullie te bedanken. Maar goed, ik heb echt ontzettend veel leuke items die ik aan jullie wil laten zien. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie even iets aankondigen. We zijn nu natuurlijk allemaal voor de kortingscode. En die is nogal ingewikkeld. Het heeft namelijk te maken met een nieuwe iets wat Shein heeft. En dat is Shein X featuring The Runaway. En dat betekent dat designers hebben gedesigned. Nee, voor een Shein collectie. Dus er zijn verschillende designers die collecties hebben uitgebracht. Super gaaf. Dus check linkje in de beschrijving. Moet je goed opletten. De code is FWX1458. Het zou hier zeker weten in beeld staan. Want dit is iedereen nu al vergeten. En deze code is geldig tot 31 december. Dus schrijf hem op in je notities. Gebruik hem. En dan krijgen jullie 15% korting. Het eerste item is een trui. Ik heb veel truien. Maar ja, die hebben we natuurlijk nodig in het najaar. En ik vond dat ze echt ontzettend veel leuke truien hadden bij Shein. Echt met leuke prints en kleurtjes en van alles en nog wat. Dus de eerste trui is helemaal in fall vibes. Check de kleuren. Hoe leuk! Ik vind het printje echt ontzettend, ontzettend leuk. Helemaal cute. En ja, echte herfstkleurtjes, hè. En een helemaal leuk printje, dus linkjes, maten, alles staat in de beschrijving, zoals jullie gewend zijn. Maar laten we eens even aandoen. Tada! Ja, dit is toch gewoon leuk. Ja, heerlijk lekker truitje voor de herfst, koudere dagen. Maar het staat ook nog wel een soort trendy. En wat ik altijd leuk vind met trui is om een beetje zo te doen. Om het toch nog wat speelser te maken. Ik heb nu een sportlegging aan. Ik leef in die dingen. Maar ja, dit kan natuurlijk leuk op een spijkerbroek. Op van alles. Het kan ook op een legging. Weet je, whatever jij wil. Ik vind het printje echt heel erg leuk. Kijk dan hoe cute. Ja, geslaagd. Dan heb ik hier een tas. En ik kan niet herinneren wat voor tas dit is. Oh ja. Dit is een hele leuke tas. In het beige. Ik hou
echt van de kleur beige. Het is geen kleur. Is het beige een kleur? I don't know. Maar ik vind het echt helemaal leuk. En ik heb weinig tasjes die je alleen zo over je schouder doet. Kwam ik dus laatst achter. Wat ik wel echt veel fashionabler vind dan echt zo'n lange sliert dat je hebt. Dus deze tas. Helemaal cute met gouden details. Oh, hij heeft nog zelfs een rits. Dat vind ik heel erg fijn. En best ruim. Ja, als influencer moet je en je telefoon en je vlogcamera erbij hebben. Nou, dan moet je wel een beetje een ruime tas hebben. Maar dat is deze wel. Heel erg leuk voor het uitgaan. Voor van alles en nog wat. Dus leuk tasje. Ik vind het hier ook wel leuk bij staat. Omdat hier ook dat wit in terugkomt. Dus helemaal cute. Dan heb ik hier nog een trui. En deze vond ik heel leuk. Deze hebben ze in veel verschillende soorten kleuren. Met ook andere felle kleurtjes. Ook met roze en groen. Blauw. Heel erg leuk. Maar ik heb nu voor geel gekozen. En dit is eigenlijk ook een best normale trui. Alleen heeft hij als kraagje echt een felle kleur. Helemaal cute. Ja, ik vind het zo leuk dat er echt één zo'n felle kleur uitkomt. Want anders was het niet echt een hele bijzondere trui of zo. En dit is echt leuk om met zo'n grote gouden ketting of zo te combineren. Let's try it on. Nou, dit is de trui. Super leuk. Ik heb trouwens bijna alle truien van me in maat S. Want ik wilde ze niet oversized hebben. Zodat ze een beetje cropped vallen. Dat vind ik wel leuk. Want ik heb soms ook het gevoel dat ik er echt in verzuip. Maar ik weet niet waarom heel veel zullen zijn. Want ik sta gewoon helemaal in beeld. Dus ik weet niet wat mijn autisme heeft. Maar oké. Okay. Dit vind ik wederom ook leuk om zo te doen. Ja, ik weet niet. Maakt het toch net even wat speelser of zo. Heel erg leuk. Maat is goed. Volgens mij heb ik de trui allemaal in maat S. Maar het staat voor zekerheid in de beschrijving. En dan als laatste van zo'n soort trui heb ik deze in het paars en in het groen. Normaal hou ik helemaal niet van kleur. Maar de laatste tijd wil ik echt meer kleur in mijn wardrobe. Toevoegen. Omdat, ja, daar word je wat vrolijker van. En het is echt wel een beetje upcoming trend. Om een beetje leuke kleurtjes aan je outfit toe te voegen. Niet te dik. Echt perfect voor het najaar. Met groen en paars. Nou, hij is aan. Iets ander modelletje. Iets wijder. Maar lekker nonchi. Lekker casual. Helemaal leuk. Leuk met gouden details. Altijd zo'n soort trui dus. En ja, deze kan je ook zo doen. Kom met alles. Maar dat, ja, ik weet niet. Ik vind dat toch net even iets extra's geven. Oh, het wordt wel echt heel erg overbelicht nu. Dan heb ik hier nog een tas. Ik kwam er opeens achter dat ik bijna geen tassen meer had. Ik had nog wel heel veel tassen, maar ik heb ze echt heel veel weggegeven. Omdat ik merkte dat ik gewoon zo zat was en niet meer gebruikte. Dus ik dacht, het is tijd voor wat nieuwe tasjes. Een basic zwarte. En met een superleuk patroontje. En ja, dit past gewoon bij alles natuurlijk. En deze kan je ook verstellen. Dus je kan hem lang doen. Dus zo kort kan maken. En dan gewoon zo kan dragen. Ik vind het patroontje echt ontzettend leuk. Jee. Ik vind het ook wel leuk zo. Ik heb wel een oudje. Nou, ik ben klaar voor de herfst. Geeft deze setting geeft wel een beetje de herfst vibes, hè? Vroeg donker, warm lichtje op de achtergrond. Ik ga kaarsjes aansteken. Dat is leuk. Ja, be right back. Leuk. Ja, nu krijg je weer helemaal die cute fall vibes. Ik vind het echt geweldig. Ook hebben we geen zomer gehad, hè? Ah! Oh, wat een leuke vibe. Oké, het wordt nu echt donker. Maar het geeft wel de herfst vibes. Dus deze video werkt eigenlijk gewoon met mij mee. Of de video, het weer, het seizoen. Ik heb 2 producten besteld op Shein. Dit heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En dat zijn een spiegel met een lampje en een lamp. En ik had eigenlijk een nieuw spiegeltje nodig voor bij mijn make-up tafel. En toen zag ik deze en die had zo'n lampje erbinnen. En toen dacht ik, laat het gewoon proberen. Weet je, wat kan het kwaad? Ja, ik heb hem nu niet opgeladen. Maar dan kan het lichtje aan. Ik kan hem volgens mij op 2 standen zetten. En dan kan je hem gewoon neerzetten.
En dan heb je een leuk spiegeltje. Die ik, ja, die was bij mij kapot gevallen. Nee, ik ben hem trouwens kwijt. Ja, in ieder geval, ik had een nieuwe nodig. Dus deze. Heel erg leuk. Ja, een spiegel is een spiegel. Maar het volgende dat ik heb is een lamp dat een bepaalde kleur afgeeft. Dat zie je echt vaak op TikTok voorbij komen. En toen dacht ik, I need this. Voor samenwerking foto's kan het echt goals AF zijn om zo'n warm zon iets, weet je wel. Oh, jongens. Kijk hoe leuk. Kijk dan. Dan kan je echt zo half de zon doen. Oh, in het echt ziet het er wel mooi uit hoor. Leuk. Nog meer vibes. Ik weet niet of je het ziet. Dan gaan we door naar blouses. Want blouses kan je ook niet missen in de herfst. Ik hou van blouses de laatste tijd. Vroeger had ik nooit blouses. Maar ik ben helemaal overgehaald voor de blouse vibe. Ik heb hier een hele schattige blouse met een bloemenprint. Echte herfstkleurtjes. Super leuk. En dit kan gewoon lekker chill voor stage of voor school. Gewoon een simpel blouseje. Laten we hem gewoon aandoen. Nou, dit is de blouse. Auw. Ja, heel erg simpel. Wel leuk. Ik vind het mouwtje ook heel leuk dat het zo'n detailtje heeft. Dit vind ik vooral gewoon chill voor stage of zo. Maar goed, dat is de blouseje. En dan heb ik nog een tas. Want ja, ik kan nooit genoeg hebben. I love it. Kijk, je kan hem dus zo. Nee, nu zeg ik het weer verkeerd. Kijk, deze tas heeft een super gaaf hengsel. En ja, heeft dit er gewoon als versiering aan. Ja, en dit is gewoon een leuk meeneemtasje. Leuk met gouden kettingdetail. Ja, gewoon leuk voor... Zo, hij blendt bijna weg, dat hengsel in die blouse. Wat grappig. Nee, maar gewoon simpel, cute. Echt fall vibes. Ik vind dit echt fall vibes, die hengsel. Die, dat, het, de, een. Dus ja, dit is de tas. Gewoon, ja, prima. Gewoon leuk. Gewoon lekker tassie voor de herfst. Oké, mijn camera was uitgevallen en ik weet niet op welk punt. Maar dit is in ieder geval de blouse. Ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Ik vind deze lamp irritant. Maar goed, ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden of zo. Want het is best wel een soort clownerij of zo. Nee, is heel lastig. Ik vind hem wel leuk. Ik moet alleen misschien nog even kijken hoe ik dit precies ga stylen. Want ik lijk nu net een soort schilder als ik naar mezelf kijk. Alsof ik een of andere gekke schilder ben. Ik moet ook eerlijk blijven, hè. Jullie weten mij, ik blijf altijd eerlijk. Ook als deze video in samenwerking. Als iets niet staat zoals ik dacht dat het zou staan. Hè? Shit happens. Dan heb ik hier nog een blouse. En dan zie ik dat ik weer een of andere gekke kleur heb gedaan. Wat was dat nou? Toen ik dit aan het bestellen was. Ja, ik wilde meer kleur, hè. Ik krijg iets daar. Oh, nee, nee. Ik weet het wel. Amazing. Jongens. Je denkt, oké. Okay, maar check die achtergrond. Achterkant. Dit is toch wat je wil. Maar dit had ik bedacht als omslaan blouseje. Dus over een topje heen. Niet als dichte blouse. Maar ik zal het even laten zien. Kijk, ik heb dus nu een topje aan. En dan gewoon zo als blouseje eroverheen. Heel leuk. Kijk dan, die achtergrond is toch helemaal geweldig. Ik vind het echt heel erg leuk. Dan aangekomen bij dit item. En dit is een topje die ik ook in het wit heb. En dit is een van mijn favoriete tops. Maar die had ik niet in het zwart. Dus ik dacht, ik wil hem ook in het zwart. Ja, het is eigenlijk meer zomertop. Maar het kan wel vooruit gaan. Hij zit zeg maar zo. Zo gekruist. Dus ik ga mijn vader doen. Echt veel reacties dat er bij jullie dus doorscheen. En wat ik eronder aan doe. Nou, deze zou denk ik niet zo snel doorschijnen als een witte. Maar wat ik aandoe is... Ik heb dus van die pads uit een bikini gehaald. En die doe ik zo op mijn boobies. En ja, die draag ik eigenlijk onder vet veel topjes die ook
Waarom sta ik zo raar? Deze draag ik ook vet vaak onder topjes die strapless zijn. Nee, niet strapless, ik bedoel dat. Met een open rug. Man, ik doe een video hier praten. Die een open rug hebben. Dus ik ga het even laten zien. Kijk hoe leuk. Ik vind hem in het zwart misschien nog wel leuker als in het wit. Dit is natuurlijk wel wat meer voor het najaar. En vooral leuk voor uitgaan of zo. Nu het weer kan, jongens. Jongens, we kunnen gewoon weer uit van 8 tot 12. Maar het is iets, jongen, ik ben blij. Ik vind het echt amazing. Maar goed, wow. Ik snap als je je niet comfortabel genoeg voelt om, zeg maar, hier niks onder aan te houden. Maar je wilt hierbij geen BH aan. Dat wil je gewoon niet. Dus komen van die pads perfect uit. En ik heb dit eigenlijk met heel veel topjes. Ja, dat ik alleen pads draag. En dat komt top uit. Je hebt geen tepelplakkers nodig. Dat kan natuurlijk ook allemaal, maar ik vind de pads ideaal. Dus that's my life story. Het volgende is deze trui vest iets. En ik vond het een superleuk, superleuk patroon. Superleuke kleur. We zien de felle groen natuurlijk overal terugkomen. Sowieso de felle kleurtje heel veel terugkomen. Kijk hoe cute. Ja, dat vind ik zo leuk patroontje. Zo schattig. Wow, hij lijkt echt heel groot. Heel, heel, heel leuk. Dit is denk ik echt mijn favoriete item tot nu toe. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. En dit is ook echt leuk te combineren. Trouwens, dit heb ik te combineren met dit item. Ik heb namelijk een rokje besteld. En ik draag zelden rokjes. Maar ik vind het wel leuk. En dit is een wit rokje. En ik dacht, hoe cute staat dat hieronder? Dat staat toch schattig? Oké. Ik weet het niet. Het rokje is een beetje kort. Dat is het. Zeg maar, als ik buk, dan gaat het niet goed. Dus hij is gewoon te kort. Het idee vind ik echt leuk. De uitvoering wat minder. Nee, ik ga dit rokje niet dragen, want hij is gewoon veel te kort. Maar ik vind het wel een leuke combinatie. Dus wellicht heb ik je geïnspireerd. Wel hierbij heel leuk. Jullie konden het aanvoelen. Is gewoon tas. En deze tas heb ik exact bij de Zara gezien. Gewoon precies dezelfde tas. Check hoe goals. Ja. Oh my god. En het is nog bijna dezelfde kleur ook. Ja, ja, ja. Ik voel een oudje komen. Jammer van het rokje. Maar ik kan wel op een witte broek. Heel leuk. Ja, dit is mijn nieuwe liefde, deze tas. Love it. Laatste item zijn laarsjes. Ik ben benieuwd of ik ze pas, of ik ze leuk vind. Ik heb dus niet zulke soort laarsjes. En dit vind ik wel heel leuk. Beetje stoer, reboot, laarsje, riempje erbij. Ja, ik vind het cute. Ik denk dat het ook heel leuk hierbij staat. Dus laten we het aandoen. Please be my size. Ze zitten echt als gegoten. Cute! Jongens, kijk hoe leuk! Ik vind het helemaal cuties. Ja, ik vind het echt hele leuke laarsjes. Love it. Echt een beetje stoer. Leuk zo'n riempje eraan. Ik denk dat ik dit echt nog vaker ga dragen als ik denk. Jongens, ik ben helemaal tevreden. Ik ben echt blij met de items. Alleen die gekleurde, gestreepte blouse. Weet ik nog niet helemaal wat ik ermee moet. Ik denk Anne, de blouse queen, weet het precies, dus ik ga haar appen. Ja, maar ik ben eigenlijk ontzettend te spreken over de items. Ik heb helemaal de herfsthype gekregen. Vooral met deze hele setting. Ik hoop dat je het ook zo leuk vond als ik. Vond je het nou leuk? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet de kortingscode te gebruiken. Ik heb hier de microfoon, dus luid en duid. FWX1458 voor 15% korting. Tot 31 december, jongens. Schrijf hem op. Stuur hem door. Tot 31 december heb ik jou voorzien voor 15% korting. Vergeet me ook niet te supporten door op mijn kanaal te abonneren. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me niet te volgen, te stalken op Insta. @SarahVerwoerd. Je kan allemaal altijd vinden. Maar goed, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei doei!
It's not a game, it's a race.